ander leuk boek dat ik vond. Ik ga echt niet over alle 25 boeken zo discussiëren, maar dat is Biesboek. Biesboek van J.M.A. Biesheuvel, beter bekend als Maarten Biesheuvel. Die in 1972 debuteerde met In de Bovenkooi, en waarvan Gerrit Komrij zei naar bij het verschijnen van het tweede boek, van eigenlijk is het precies hetzelfde. Het is wel heel bijzonder dat iemand twee keer debuteert met hetzelfde boek. De PC Hoofdprijs haalde hij, ik meen in 2008. En in 1988 mocht hij het Boekenweekgeschenk schrijven. Een overtollig mens. En dat zijn vanzelfsprekend ook verhalen geworden, want Biesheuvel kon alleen maar verhalen schrijven. Een paar verhalen vind ik heel bijzonder, van Een dag uit het leven van David Windvaantje vind ik echt een heel bijzonder boek. En andere verhalen over situaties waarin hij verzeld raakt. Hoe dat allemaal ontstaat, dat zie je in dit fotoboek. Met allemaal foto's en tekeningen van Maarten Biesheuvel. Het is een bijzonder mens. Maarten Biesheuvel geldt als gestoord. Nou, ik denk dat de meeste kunstenaars gestoord zijn. Dat moeten ze ook misschien wel. Omdat je anders echt geen kunstenaar kunt zijn. Je moet een bijzondere kijk op de wereld hebben, op het leven. Dat heeft Maarten Biesheuvel zeker. En hij is gewoon gestoord en hij is heel erg vervuld van zichzelf en zijn eigen verhaal. Als je hem ook hoort optreden, dan is hij eigenlijk alleen maar bezig met zichzelf en niet met de omgeving. In zijn verhaal hetzelfde. Een verhaal begint en het loopt en het zwalkt een kant op. Het gaat eigenlijk alle kanten op zonder een hele duidelijke richting. En dat is eigenlijk een beetje storend, tegelijkertijd ook heel mooi. En wat Maarten Biesheuvel bijzonder maakt volgens Maarten het hart, en dat schrijft hij, dat hij hem eigenlijk een verschrikkelijk mens vond. Hij zegt: op college van Karel Reven heb ik hem voor het eerst ontmoet. Hij zat altijd vooraan. Ik ergerde mij hevig. Steeds onderbrak hij het betoog van het Reven met rare opmerkingen of niet ter zake doende mededelingen over zijn tand. Zeker de mevrouw Vreugdenhiel, die romans scheen te schrijven. En daarbij leek het of hij de stem van het Reven imiteerde en er, met de kracht van het geluid betreft, nog een schepje bovenop wilde doen. Karel van het Reven ging tot mijn verbazing altijd serieus in op Biesheuvels opmerkingen. Later heb ik begrepen dat hij dankbaar was voor de onderbrekingen. Als hij zich per college een minuut of 15 onderhield met Biesheuvel, betekent dat hij de volgende keer een minuut of 15 stof over zou hebben en dus minder voor te bereiden had. Nou, dat wilde hij wel. Bovendien was Maarten dan nog heel jaloers, want na afloop liep de hinderlijke onderbreker met zijn rare brilletje doorgaans in druk gesprek met Van het Reven gewikkeld over het Rapenburg te wandelen. Nou, dan was Maarten het hart ontzettend jaloers en dan gaat Van het Reven daarop in dat veel gelogen is in het werk van Maarten Biesheuvel, maar wat weet hij eigenlijk ook niet. Maar het is ook moeilijk te controleren. En dan komt hij met het voorbeeld dat Maarten Biesheuvel een keer aan hem vroeg om het geld voor de trein te krijgen, want hij had onvoldoende geld voor een retourtje meegekregen van zijn vrouw. En dan geeft hij hem een tientje of 25 gulden, dat weet hij eigenlijk ook dan niet precies uit het hoofd. En dan zegt hij, terwijl ze naar het station wandelen: kijk eens in het vestzakje, daar stopt de mensen nog wel eens een treinkaartje in en dan zit het daarin. Leuk boek.